geleden waren we hier druk aan het voetballen. En toen was ook de onder 19, het team wat Rink traint, was druk aan het voetballen. En na afloop hebben we in de kantine nog een biertje staan drinken en staan praten met elkaar. En dan ineens maandag hoor je van hij is er niet meer. Ja, vanaf de kinderen onder de 11 spelen ze met rouwbanden. Ze houden allemaal een minuut stilte voor de wedstrijd. En het is gewoon heel indrukwekkend om dat steeds te zien. Eventjes die rust en even denken aan de trainer. Het is vandaag onwerkelijk. Nu weten we allemaal dat Rink er niet meer is. En we willen toch voetballen met z'n allen. En dan is het raar om hier te staan. Maar wel ook mooi dat de club, maar ook alle tegenstanders die komen, zoveel respect tonen voor Rinken, maar ook voor de club uiteindelijk.